iedereen en welkom bij alweer een nieuwe reeks op locatie in Duitsland. Er komen alweer 4 afleveringen aan die ik misschien al ga uploaden of misschien niet. Maar er komen in ieder geval in totaal 4 afleveringen op locatie aan. Over Duitse bieren. Maar ik zit nu bij Trier in de buurt. En wie daar bekend mee is, weet dat het vlakbij Frankrijk en bij Luxemburg is. Dus we doen vandaag geen Duits bier, we doen een bier uit Luxemburg. Het is een pils. Waarom review ik een pils, vraag je af? Omdat het vandaag zondag is. En in Nederland kan je gelukkig wel gewoon bier krijgen op zondag. Maar in Duitsland is echt alles gesloten, behalve de benzinestations. Maar ja, de benzinestations verkopen vaak niet zoveel bijzonders. En ik heb dit dus in Luxemburg gehaald, waar helaas alleen maar pils stond. Dus ik heb er maar een gokje op gedaan. Het is Batin pils. Ik wist eerst geen eens wat pils was, want het staat er niet duidelijk op. Maar het logootje doet een beetje denken aan Hertog Jan qua logo. Komt met 5,2% alcohol. En ja, dient gewoon koud gedronken te worden. Maar dat snappen jullie. Het is een pils, dus graadje of 5. Perfect. We gaan hem inschenken. Aardig wat koolzuur in het glas, wat gelijk al opvalt eigenlijk. Ik hoop dat het een beetje goed is te zien op de camera, want ik zit er een beetje ver vandaan. Maar het is de enige optie qua opnemen nu. Twee vingers schuim. Ziet er eigenlijk perfect uit in het glas. Ja, de aroma's zijn vaak niet heel erg sterk van pils, maar ik ga het toch proberen. Beetje zoetig aroma. Vooral de mout komt naar boven. Geen onaangenaam aroma, helemaal niet. Misschien een beetje de hop. Het ruikt op zich niet verkeerd. Het ruikt niet raar voor een pils. Proost! De smaak is ook toch wel aan de moutige kant. Er zit een bittertje in de afdronk die eventjes blijft hangen, maar wat niet echt naar voren komt. Als je dit bijvoorbeeld zou vergelijken met een Bitburger, is een Bitburger gewoon een stuk beter gehopt. Het is echt geen onaardig pils. Ik kan me niet voorstellen dat je hier een miskoop aan doet. Het koolzuur is ook aardig aanwezig. Het schuimt goed, zoals je kan zien. Het zijn allemaal voordelen. Het is geen bijzonder pils, maar ja, als je zin hebt in een pils, gaat dit toch een prima in. Het is niet al te bitter, maar het heeft een mooie balans. Het is een beetje bitter en een beetje zoet van de mout. Maar ik vind het een aangenaam pils. Het drinkt zeker niet met tegenzin. Het is geen bijzonder pils, wat ik al zei. Maar ja, je treft ze sowieso slechter. Het is volgens mij geen B-merk. Ik heb geen idee. Want ik heb echt nog nooit van het bier gehoord. Maar ik moest wel even lachen, want op het logo lijkt echt, ja, alsof de Hertog Jan opstaat. Misschien is dat ook wel de Hertog Jan. Zal wel niet, maar zal grappig zijn. Ik zal eens wat informatie opzoeken over de bier. Maar goed, we gaan niet verder lullen. We gaan door naar het eindcijfer. Ik geef dit pils een 7 op schaal van 10. Het is gewoon een prima pils. Het doet wat het moet doen. Het verfrist. Het is aangenaam. Het gaat er helemaal lekker in. Met warmere dagen natuurlijk. Als je zin hebt in een pils, je hebt hier geen miskoop aan. Het was ook niet heel erg duur, dus het valt allemaal wel mee. Morgen hoop ik een bijzonder bier te hebben, of tenminste een speciaal bier. Pils is niet echt mijn afdeling, je kan er vaak maar weinig over vertellen. Maar goed, als het goed is dus morgen een speciaal bier en geen pils. Ik hoop jullie natuurlijk morgen weer terug te zien. Ik weet niet wanneer ik deze video online zet. Dus misschien komen ze wel achter elkaar. Maar nou is het zondag op dit moment. En morgen op maandag ga ik weer verder. Proost en op de gezondheid.